gasten vandaag in Paul. En ik dacht, nou, de eerste gast is hier om mee te zingen. Geef maar een applaus, Jan Smit! Hallo. Ik kan niet zingen. Nee, ik... Jan kan niet zingen. Mensen, Jan kan niet zingen. Want Jan heeft een oud moment. Wat is jouw oud moment vandaag, Jan? Love is like shelter from a storm. Wat is jouw probleem? It invites you to give comfort. It is there to keep you warm. Wat heb je aan je keel? And in those time of trouble, and all you know the love. Wat ik wou zeggen is dat ik de hele week ziek was. Ah, ander liedje. Waarheen leidt de weg die wij moeten gaan? Wat heb je dan? Ik had een keelontsteking. Ik heb een kikker in mijn keel. Oh oh. Perhaps love is like a window. Ik heb helemaal niks. Ik heb een hele mooie stem. It invites you to come closer. It wants to show you more. Wat is er gebeurd? Is er geen poliep? Laat eens kijken. Kun je echt niet zingen? Nee, ik heb... Stop even. Mikey, maak hem niet gek. Want die muziek, dan wil hij zingen, maar hij kan niet zingen. Geef een applaus voor een nieuw orkest. Het orkest onder leiding van Mikey Schepers-Klaas. We moeten het niet dramatischer maken. Zegt hij wat? Ik versta niet door die keel. Ik heb 3 dagen lang 40 graden koorts gehad. En... Dat is 120 graden in totaal. In totaal is het 120 graden. Dat is ongeveer de temperatuur Sint Maarten waar je getrouwd bent. Ja, het was iets minder warm, maar het was wel ontzettend leuk. Door die keelontsteking ben ik nog een soort van gehandicapt nu. Nou, gehandicapt ben je als je een been mist, zoals die meneer uit de eerste rij. Dan ben je gehandicapt. Maar kijk, u mist een arm, u mist een been. Maar bij elkaar bent u dan één geheel natuurlijk. Ja. Maar ik kom zo bij u terug, want ik denk dat u dat te vertellen heeft. Maar dat is een handicap. Een keelontsteking is niks. Maar ga jij nou spotten met mensen die echt een been en een arm geven? Ik ben ook gehandicapt, Je bent Volendams, dat is gehandicapt. We gaan zitten. Geef maar een applaus. Jan Smit, kom op, ga zitten. Het heeft geen zin. Vertel even, ik heb je eigenlijk niet gezien. Ik heb je eigenlijk naar je huwelijk. Ik heb ook geen uitnodiging gekregen, wat ik niet erg vond. Ik heb wel echt heel lang zitten wachten. Maar waarom heb je me eigenlijk niet uitgenodigd? Ik ben toch een hele goede vriend van je? Jij bent best een goede vriend van mij. Alleen hebben wij de mensen waar we dagelijks mee omgingen, meegenomen. Oké. En dat is het enige. Ja, ik ga niet. Maar was het leuk? Heb je, want we hebben alleen maar... Ik wil even weten, was je de hele tijd met Lisa samen tijdens het huwelijk? Ben je niet weggelopen naar andere vrienden toe? Want het is vaak, als je dan een bruiloft hebt, dan loop je opeens naar je eigen vrienden toe. En Lisa loopt dan naar haar vrienden. En dan heb je eigenlijk een bruiloft beleefd zonder dat je het met elkaar beleefd hebt. Dus een tip thuis. Als u gaat trouwen dit weekend, blijf bij elkaar. Dat u dezelfde huwelijk hebt meegemaakt. Niet dat u gelijk naar uw korfbalvrienden gaat en uw partner gaat naar de honkbalvriendinnen. En dan heb je s'avonds zeggen, hoe was jouw huwelijk? Nou, ik heb best leuk gehad, hoe was jouw huwelijk? Dat is niet mooi. U moet het samen beleven. Hoe heb jij dat ervaren? Hoe heb je dat gezien? Nee, wij hebben dat samen ervaren. We waren toen met een klein ploegje. Nou, een Boeing vol. Nee, we waren met 45 mensen. Nou, dat is een Boeing vol. Die bij elkaar een klein ploegje vormen. En wat is het mooiste moment van dat huwelijk? Het allermooiste, ik denk, nou, dat was echt het mooiste moment. Och, toen het afgelopen was. Nee, ik denk het aanloopmoment toen iedereen klaar zat. En toen wij, ik had Emma op mijn arm en Lisa Emma, had Fem aan de hand. Dochtertje. En toen werden we voorgesteld aan de familieleden. Dat was wel heel emotioneel. Ja, ik zie je huilen, wat fantastisch is. Nee, dat was waarschijnlijk vanwege die foto. Ja, dit is Emma. Dit is Emma. Ja, dat is mooi, want Emma is, dat is deze week bekend geworden, is de top 3 van namen die aan meisjes, dat zou beter zijn dat ik het aan meisjes geef, die aan meisjes wordt gegeven. En je hebt het kind is al vorig jaar geboren. Dus 2010, ook, ja. Ja, dat is precies, tel eens dus, mee. Dat is bijna dikke een jaar geleden. Dat is nu 2012. Ja, dat is mooi. Dat heb je ook mooi. Dus dan is het 2 jaar geleden. De keelontsteking heeft je hersenen niet aangetast, hoor ik. Wij zullen onze andere gasten erbij halen. Graag. Want we hebben een geweldige schrijfster. Geef haar een applaus. Ze heeft een prachtig boek geschreven over van de valkontvoering. Hier is Ellen van Rij. Ga
gaan we naast Jan zitten, want Jan heeft al een blonde thuis. Dus je hebt geen gevaar. We hebben nog een gast, die gaan we ook uitnodigen. Dat is een man die ik zo graag een keer live wilde ontmoeten. Hij is eigenlijk de hoogst geridderde man van Nederland. En hij is hier nog steeds in vol ornaat. Geef een applaus, hier is Marco Kroon! Als hij als eerste zit. Ja, kut, ben ik weer de laatste. Nee, maar je wil gewoon het land weer dienen in het buitenland. Ja, ik zeg altijd zo, een voetballer zit ook niet graag op de reservebank. Die wil spelen. Ja. Dus ja, en zo zie ik dat als militair ook. Ik ben nu al bijna 23 jaar zit ik bij Defensie. En dat bevalt me nog steeds reuze. Heb je dit leeg? Nee, je hoefde natuurlijk niet. Nee, ik ben wel in Oersgaan geweest, toevallig. Dat heb ik gehoord. Heb je daar gezongen? Dat heb ik. Toen kon ik wel zingen, ja. Wat deed het met je? Ja. Wat deed het met je? Dat zingen doet heel veel met hem. Dat ook. Maar toen wij terugkwamen, een dag later, zijn er nog twee gesneuveld. Dezelfde route die wij toen hebben afgelegd. Dat was heel confronterend, vond ik. Ja. Maar het meemaken, het feit dat ik daar mocht zijn, dat was heel speciaal. En de ontlading van de mensen. Ja, dat geloof ik wel, ja. Ik vond, dat zijn beelden van Jan, dat hij dan in Oersgan is. Ik weet wel, ik ben ook gevraagd om een keer naartoe te gaan zonder gemeente. Ik durf niet vanwege mijn kinderen. Ik dacht, ja, als je neerstort, als je overkomt iets. En, ja, ik mocht ook niet trouwens van mijn man. Ik zei, ga maar niet. Ik was toch bang. Ja, dat geloof ik ook wel. Ik ben ook bang geweest daar, dat is logisch. Maar toch op een of andere manier, je doet het niet voor jezelf, je doet het voor elkaar daar. Ja, we gaan even naar de Van der Valk ontvoering toe. Want Toos van der Valk is eigenlijk de hoofdpersoon in jouw boek Mijn Ontvoering. En dan schrijf je eigenlijk over wat er die 27 november in 1982 gebeurde met Toos van der Valk. Hoe heb je haar ontmoet? Ik ben gevraagd om dit boek te schrijven door Sanfu Malte. Filmproducent. Filmproducent. Suskind gaat zondag in première morgen. Hè? Ja, gaat morgen in première, ja. En hij heeft contact gelegd met de familie en ze willen uiteindelijk toch dit verhaal verfilmen. Daar zijn in ieder geval plannen voor. En toen dacht hij, dan is het misschien wel goed als er eerst een boek komt. Ja, maar het verhaal lezende nu, en het was echt een page-turner. Ik kon niet stoppen met lezen. Alleen die ontvoering zelf, die lees je. En eigenlijk zou je die beeldend moeten maken. Nog beelden, want het is heftig als je dat nu leest, hoe erg het is gegaan. Nou hebben we misschien een vrijwilliger die denkt, ja, ik zou best wel dat willen ondergaan. Wat Toos van der Valk de eerste 5 minuten van die ontvoering heeft meegemaakt. Wie is vrijwilliger en denkt, dat wil ik best mee aan dit experiment? Ja, heel goed. Ik zie een mevrouw heel spontaan aangewezen worden door een andere mevrouw. Dat is heel goed. Maar als u dan... U komt ook gelijk naar beneden. Dus, maar ik wil eigenlijk die mevrouw die u verraden heeft. Gewoon de... Ja, kom jij maar naar beneden. Ja, jij verraadt je beste vriend. Nou, weet je wat? Ga maar zitten zo. Want het gaat dan zo. Want het was eigenlijk... Ellen, leg eens uit. Van der Valk, mevrouw van der Valk kwam. Ga maar zitten. Het overkomt je. Voor je het weet zit je in de auto gekneveld dan wel. En ben je 6 weken zoek. We gaan gewoon door met praten. En dan heb ik een codewoord. Want Van der Valk kwam terug van het eten samen met haar man. Ja, ze kwamen samen terug. Oh mijn god. Schrik me echt rot. Nee, daar zitten ze. Je moet wel de goede nemen ontvoeren. Nee, dat is Jan Smit. Nee, die hoort er niet bij. Nee. Het zijn ontvoerders zonder opleiding, zie ik. Maar oh, god. Het is de verkeerde. Maar dat was van de Valk ook zo. Ja, precies, van de Valk ook zo. Ja, dat klopt. Ja, helemaal goed, ja. Het is ook de verkeerde. Want ze wilde eigenlijk de oude van de Valk hebben. Ze wilde Gerrit hebben, ja. En ik denk dat bijna iedere vrouw ik ook keihard geroepen zou hebben. Help! Dat deed ze niet. Nee. Nou, in de auto, dat was de blauwe sedan. Kom naar beneden! Nou, zo snel gaat het dus. Ja, het is echt... Echt, ik heb met zoveel spanning en plezier, maar ook spanning, het boek gelezen, Ellen. Het wordt dus een film. Dat is een mooi brugje in jou, want jij gaat ook in een film spelen. Daar is nu al een beetje commotie over. Het bombardement, het gaat over het Rotterdamse bombardement. Je speelt daar een bokser. Ja. We hebben beelden, we hebben de eerste beelden waar je een bokser bent.
spectaculaire eerste beelden van Jan als bokser. En het is in de oorlog. En dat ziet hij ook aan zijn broekje. Want dat broekje bevat iets wat wij nu niet meer zouden dragen. Dat is namelijk het hakenkruis. Alleen, het raar is, het is een spiegelbeeld hakenkruis. Het is niet het officiële hakenkruis wat wij thuis plachten op te hangen. Het is een grapje, hè, mensen. Niet dat de PVV weer vragen gaat stellen. Ja, dit valt u niet. Maar wist je dat, dat het hakenkruis verkeerd om is? Dat was mij nog niet opgevallen, nee. Maar... Oh, ja, dus geen gedachte. Voor mij hoort je andersom. Weet jij dat, Marco? Normaal staat die andere kant op. Ja, wat raar. Maar misschien wel omdat... Omdat je daar zo op let? Ja, ja, ik ben gek op Duitse dingetjes. Vind ik één. Of hakenkruis. Ja, hakenkruis. Zeg, eens anders. Kun jij Rotterdams? Want ik dacht, jij hebt een bril bij. Doe je bril eens op. Ik heb hem namelijk ook bij. Want iedereen dacht, ja, moet jij... Zet hem eens op. Speel jij Rotterdammer? Kan jij Rotterdams praten, Jantje Smit? Ik zal even uitleggen dat ik speel dus geen Rotterdammer. Ik ben een... Oh? Dus de, ik ben gewoon een arbeider die naar de stad... Oh, je denkt Rotterdam geen arbeiders hebt? Jawel, maar in die tijd waren er heel veel mensen van buiten ook die werk zochten. Het is je eerste grote filmrol? Ja. Of heb je ook aan die Sinterklaasfilms meegedaan? Nee, ik heb nog nooit iets gedaan. Dat maakt het extra spannend, ja. Dus ik ben wel heel benieuwd hoe dat gaat worden. Zie je tegenop? Nee. Nee? Je moet, je speelt, ben je ook aan het sporten? Want je bent natuurlijk een bokser. Ik ben aan het sporten. Vind je dat hij afgetreden is, Marco? Ja, ik zie hem nu de eerste keer live, maar ik hoorde dat hij inderdaad aan het sporten was. En ik had sowieso wel een ideetje om hem in ieder geval eventueel echt aan zijn taas te laten trekken. Niet nu. Maar dat was ook de reden waarom ik dit heb meegenomen, voor de kenners die ik weet. Oh, je hebt een bivakmuts meegenomen, zie ik. Dit is de mutsdas uit de Tweede Wereldoorlog. De mutsdas? De traditionele hoofddoek, hoofdmuts. Hoofddoek, hoofdmuts. Moet je niet zeggen. Nee, maar de traditionele muts van de cursist. Dus voordat je commando wordt, ben je eerst 2 tot 3 maanden lang ben je cursist. Dus maar zet je die op je hoofd? Maar dit past toch niet? Dus mijn hoofd past hier niet in. Uiteindelijk past hij, geloof me. Als ik hem op je hoofd zet, ga je passen. Ja, doe dat. Geef mij je bril maar. Zet hem op zijn hoofd. Mensen, nu gaan we lachen. Nou, normaal, voordat we hem dus opzetten, hebben we hem eerst een weekendje lang om de stoelpoten heen. Want hij zit gewoon echt heel vervelend. Ja, dat... Kijk, en deze heb je dus 3 maanden op. Ook tijdens het douchen, ook tijdens het slapen. En hij zit heel vervelend. Maar door bloed, zweet en tranen gaat hij zelf uitzetten en dan komt het wat beter. Maar ik wil je zo uitnodigen om een keer, als je een keer zin hebt om te sporten... om in ieder geval een half dagje bij ons in Roosendaal, bij het korpscommandotroep, even dichtbij. Gewoon even lekker... Jan, je mag hem afzetten hoor, hij zit heel vervelend. Jan, zeg eens ploppen de plop. Ploppen de ploppen de plop. Hij zit te vervelend, hoor. Ja. Maar... Is het gaat goed? Ik hou hem op. Hij is hartstikke goed. Ik kan zeggen, het is ook lekker goed voor je keel als je hoofd een beetje warm. Maar na drie weken ben je wel kaal, volgens mij. Kijk, je ziet het. Ik had zo'n bos voordat ik begon. Ik heb nog... Op een gegeven moment ga je heel veel zweten natuurlijk, logisch, maar dan gaat hij uitzetten. Dit is puur wol. Weet, als hij nat wordt, wol, gaat het uitzetten. Ja, dat weten we allemaal. Zo'n wollen muts. Je hebt een wollen muts op. Maar je had er in Volendam ook altijd mutsjes op, waar dan ook paling in zat en haring. Ja, dat waren van die... Die waren iets ruimer wel, hoor. Ja. Ja, deze wordt vanzelf ruim, hoor. Als je maar zitten er ook twee satellietschoteltjes op die mutsjes? Dat is een hul. Oh, dat is een hul? Een hul. Wij komen zo meteen terug en... wij zijn teruggekomen aan de quiz! Geen lang applaus! Rob Hagen, Jeroen Boel, Kees van der Laan en Joep van Duinico! Ja, daar zijn we weer met de quizspel. Er is in 2012 nog helemaal niks veranderd. We spelen gewoon weer om de oude vragen. Speel jij weer om vragen, gênante vragen, pijnlijke vragen... die je liever niet aan je gasten zou willen stellen. Heb je nou een vraag goed, dan speel je een envelop weg. Heb je een fout, zul je die oude vraag moeten stellen. Ja, we hebben vragen voor Ellen, voor Marco en voor Jantje. Ja. Rob. Deze vraag hoef je niet stellen aan Marco Kroon. Marco Kroon, als we jou googelen, komen we eerst 500 hits tegen over jouw vermeende cocaïnegebruik en verboden wapensbezit. En daarna 800 hits over je seksleven. Bijvoorbeeld dat je een spaarkaart hebt bij een seksshop en zo. Waar moeten we jou eigenlijk nog meer van kennen? Hoef je niet te vragen, liever. Dat is mooi. Die gaat weg. Ja, heel goed. Oké. Paul, je had ook fout. Je moet één vraag meenemen. Ik doe
Ellen. Goed, en dan gaan wij naar vraag 3. En het is wegens gekmakend succes in 2012 ook gewoon weer de lopende band. Ja, de lopende band. Heb je iets goed verdiend in een deel van het gezicht? Heb je iets fout verdiend in het niet? Oké, de band is gestart. Daar gaan we. En daar komt-ie. Daar komt-ie. Let op. Sorry. Bom, mee gaan betalen, want anders gaan ze gewoon filmen in Lelystad. Ja. Maar voor die bombardementsfilm in Rotterdam wilden ze dus inderdaad, we hebben het net gehoord, een bekende Nederlander, dat is Jan Smit geworden. Ja. Ja. Doutzen Kroes die zou ook eerst meedoen, maar die zit daar net in een drukke draaiperiode van de volgende op historische feiten gebaseerde film van Reinoud Oerlemans, namelijk Koning Arthur en de Ridders van de Ronde Tafel en een lekker wijf op een schommel. Ja, Jan Smit beweert trouwens dat hij hard aan het trainen is en zo, maar deze beelden zijn natuurlijk allemaal geshopt, want zo ziet Jan natuurlijk iets echt uit. Ja. Somebody that we used to know. Goed geraden, dus ook de laatste vraag hoef jij niet te stellen. De vraag aan Jan. Hoef je niet te stellen. Jan, je bent een veelgevraagd man. Hè? Je gaat het Songfestival presenteren, je hebt je eigen kledingmerk. Waarschijnlijk word je een nieuw jurylid bij The Voice. Je krijgt een real-life soap. Je krijgt ook nog de hoofdrol in een film. Krijg je ook niet het idee dat de hele wereld er alles aan doet om jou van het zingen af te houden? Hoef je niet te vragen. Voor de mensen die net hebben ingeschakeld, we hebben een ongelooflijk leuke bank met onder andere Marco Kroon, Ellen van Rijn en Jan Smit. En doen die vragen oud als die vragen worden, dan maak je ook helemaal niet uit, hè? Nee. Ik ga niet verder op in, maar goed, heel goed om te horen. Doen die vragen jouw oud als... Nee, helemaal niet. Nee? Oké, dan ga ik niet aan Ellen vragen. Ik hoop dat deze wel enorm pijn doet. Ja. Ellen, je hebt 4 kinderen, Ellen van Rijn. Je hebt 4 kinderen, je schrijft romans, biografieën. Daarna speel je ook nog eens geregeld in allerlei tv-series en kinderfilms. En je hebt ook nog eens dit jaar de marathon gelopen. Waar haal je in godsnaam de tijd vandaan om ook nog een huwelijkscrisis te hebben? Misschien is het een optelsom. Als je dat en dat doet, komt er dat uit. Dat zou kunnen. Ja, je hebt nog steeds een huwelijkscrisis, maar je bent getrouwd. Nee, dat is al over. Dat stond in de bladen, want ze is getrouwd met een regisseur van Goede Tijden, Slechte Tijden, Kaya. Of nee, regisseur. Hij is creatief directeur bij NL Film inmiddels. Oké, dat was ik vergeten. En je bent zelf natuurlijk ook actrice. En daar kennen we je natuurlijk van via de roddelbladen. Ja. Want Goede Tijden, Slechte Tijden. Maar dan wordt zo'n crisis ook gelijk breed uitgemeten. Doe je dat dan zelf? Ja, hoor, dat doe ik zelf. Nee, ja. Nee. Ja, maar goed, wordt het dan getwitter je van, Kaya is weer niet thuisgekomen? Nee, ja. Ik bedoel, dat gaat vanzelf. Daar kan ik niet veel aan doen. Kon ik er maar wat aan doen? Nee, maar gaat nu goed? Het gaat goed. Oké, u woont weer samen? Ja, we wonen weer samen. Ontdekken elkaar weer? Ja. Wat is nou... Je bedoelt, zeg maar, dat we gemeenschap hebben? Nee, elkaar ontdekken, dat je ook gewoon... Ik dacht Dekker, ik verstond Dekker jullie elkaar weer. Het is Laura Dekker en het is ontdekken. Ja. Nee, dat je elkaar op de bank ook iets tegen elkaar zegt. Want ik zit in een, heb jij een crisis met je vriendin? Want jij hebt een vriendin... Nou, die hebben we wel gehad, ja, absoluut. Ja, als je ziet wat er allemaal over je wordt geschreven. En dan denk je, ja, net wat Ellen zegt, je hebt het zelf niet in de hand. Nee. Had je maar zelf in de hand, dan kon je het enigszins nog wat sturen. Maar uiteindelijk heeft het geen zin om daar... tegenin te gaan. De eerste paar maanden ben je druk om jezelf proberen te verdedigen. Maar hoe meer je zelf zegt, hoe meer het tegen je wordt gebruikt. Dus uiteindelijk... Je gaat op een gegeven moment ook zelf twijfelen als je dan zo dingen hoort, dat je zelf nog gaat twijfelen of misschien is het echt wel zo. Nee, dan heb ik een hele andere relatie dan jij. Nee, dat is goed. Maar ik heb heel lang heel erg gelukkig. Maar jij gaat het natuurlijk ook krijgen, Jan. Nu toch allemaal prima, maar over een paar jaar dan komt er die dip. Maar dat weet je, dat is de keerzijde en daar moet je... Ja, jij gaat jezelf niet zoveel van aantrekken. Nee. De crisis ligt rond de 6 jaar. Ik ben 2 keer gescheiden, meestal rond de 6 jaar dan is dat. En hoe lang zijn jullie nu samen? Wij zijn nu 7 jaar, dus we zijn er overheen. Oh. Nou, lekker weer 5. Vijf rustige jaren voor de boeg, wil je zeggen. Nee, maar Jan, jij zit 15 jaar nu in het vak. 15 jaar. Ik heb een cadeau voor je. Zo. Een huwelijkscadeau, mag je gewoon thuis ergens ophangen. Nou. En het is een... Naast die andere foto van ons. Die hangt ook nog. Oh. Dan krijg je waarschijnlijk nu hetzelfde cadeau.
Ja, serieus? Ga even zien. Even deze kant. Is dit serieus? Wow. Ja! Ik moet wel even zeggen, deze foto... Kun je even laten zien op de projectie, jongens? Deze foto stamt uit de tijd dat ik nog katholiek was, hè? Maar je weet dat ik deze al gekregen heb van jou. Heb je al gekregen? Ik word zo dement als een kip, weet je. Echt. En wanneer? Toen vorige keer hier kwam. Nee, ik deze, heb opgestuurd. Heb ik, nee. Ja, opgestuurd. Dat is 2,5 jaar of 3 jaar geleden. Ik dacht dat je Landkabaal van Karsberg had meegenomen. Ja. Daarom kreeg ik hem ook. Ja, ze ah ja. Ah. Nee, maar maakt niet uit, dan hangt deze op de slaapkamer. Ik heb hem ook nog steeds hangen. Hij is heel dierbaar. Want het is een tijd, dat is dan, het was 1999 ja. Met deze foto. Een tijd dat je nog een beetje verguisd werd. En ik was toen al een enorme fan van je. En dan ben ik altijd gebleven door, op een of andere manier, je was 13 volgens mij. Toen was ik, 13. 13? Maar dat kwam omdat je katholiek mocht ik al, was. Wat zeg je? Dat kwam omdat je katholiek was. Nee, joh, dat is een grapje, Marco. Nee, ik hield van muziek en ik vond hem zo charmant. En ook, ja, ik vind wel dat hij steeds aantrekkelijker is geworden. Vind ik wel. Toen je 13 was, had ik helemaal niks met je. Maar nu zou ik echt... Nou, je hield mannen wel stevig vast. Ik hield je wel, maar niet op de plekken waar ik normaal mensen stevig vast houd. Nee, gaf je een soort Beatrix schouderklopje. Maar wat is nu, als je nou 15 jaar... Hoe zou je je carrière willen samenvatten? Want inderdaad, je bent begonnen als zanger. Je begon eerst je oma een beetje uit te kleden, financieel. En uiteindelijk ben je toen eigenlijk zanger. En nu ben je eigenlijk ook... Je wordt presentator van het Songfestival, je gaat filmen. Ja, hoe zou je carrière veel. Samenvatten? Ik denk dat ik gaandeweg de jaren... mezelf op meerdere vlakken heb kunnen ontwikkelen. En ik krijg ook de kans steeds om dat verder uit te bouwen. Dus ja. Ik ben heel trots dat ik op mijn 26e dit al heb gedaan. Het is ongelooflijk, zo jong. Ja. Maar ik ben ongelooflijk fan van je. En niet alleen als zanger, maar ook als persoon. Je blijft een ontzettende leuke fan. Ja, ik ken je nog niet zo lang, maar dat gaat ook natuurlijk komen. Ik vind je nu al een hele leuke fan. Jan, we hebben een gast voor je uitgenodigd. Oh. En we zijn zo blij dat je er is. Geef een applaus, hier is Kees Stol! Kees, jij wilde dolgraag komen. Ja. Want wij hebben eigenlijk. Kees en ik kennen elkaar van de zomer voorbij. Daar waren we allebei. Jij liep altijd mee, maar wij waren dan ook twee jongens. Want Kees mag ook het stadion niet in, Ajax AZ. In ieder geval, omdat het een te groot kind is. Maar in ieder geval, ik vind altijd dat jij Kees altijd een beetje een atje van hem maakt. Of een Brit Dekker. Daar maak je van hem. Nou, nee, want Kees is heel slim. Dus ja, dat weet ik ook. Maar het gaat alle grappen ten koste van Kees. Vaak wel, ja. En Kees en ik hebben elkaar gisteravond even ontmoet in het praatcafé, het COC Praatcafé. En toen zei Kees, ik heb één wens, Paul. Ik zeg, nou, op je knieën. Nee, ik heb een andere wens, zei hij. Ik zeg, ik heb een andere wens. En jij mag die wens zeggen, Kees. In de camera's. In de camera. Nou, Jan, want wij hebben ook een keer een live-uitzending gedaan. Toen heeft Jan bij mij een taart zo recht in mijn smoel gedrukt. Weet je nog? Niet zo heel lang geleden, maar maakt niet uit. Hier op links van mij en van de kijkers thuis rechts staat een enorme leuke vlaflip. Gevuld met een substantie wat wij nog niet weten. En nou dacht ik, Jan Smit, is het nou niet leuk als jij samen met mij op de vlaflip gaat? Jan, laten we even kijken hoe het de vorige week ging. Hoe ging het de vorige week met de vlaflip? Ja. Wat zeg je? Het is heerlijk zo. Okay. Jan, heb je er zin in? Wat denk je ervan? Heb ik een keus? Je hebt geen keus, dit is je beste vriend. Nee, ja. Moet Jan in de vlaanderen? Ga jij je al voorbereiden? Oh, Jan wil wat zeggen. Jan wil wat zeggen. Ja, wat is de opdracht deze week? Wat zeg je? De opdracht is, je gaat in een substantie wat met Van der Valk heeft te maken. Er zit ook een kerstshell. Maar ik wil even wat vragen. Je weet wat het is. Want ik moet nog door straks. Ja, maar daar heb ik weer over nagedacht. Ja, dat wist ik eigenlijk. Ik heb een kerelontsteking en ik heb geen kleding bij hem. Ik heb extra kleding voor Jan meegenomen. Fantastisch, Kees. Een schone broek, mooi overhemd. Bij mij thuis of van jou? Van mij. Toppie, Kees. Ga nou geen lullig opmerking. Gaan jullie omkleden. Geen applaus, Kees en Jan zijn op de vlaanderen.
fantastisch. Kleintje Pilk en de korfballen, veel succes. Wij gaan de Vladis verder geven. Applaus de Vladis met Jan Smit en Kees Kool. Voor de gezellige ouderwetse bak appelmoes van Van der Valk. En dan moet natuurlijk een kerstje in, dat wil ik even symbolisch doen. Oh, die verzuipen. Zo moet ik die kerst. Dat happen dus. Ja, dit is de diep. Je moet ook het kerstje proberen te happen, hè. Nou, hier zo'n kerstje erop. Even dichterbij. Ja. Zo. We gaan het spelen met Kleintje Pils. Even heel snel. Ik zou met Roy of met Ruud even praten. Waar is Roy? Ruud. Ruud, even heel snel. We hebben het natuurlijk allemaal gezien deze week met Midlife Crisis Romney. Die heeft jullie als band herkend. Ja. Die vinden jullie geweldig. Ja, het was zo dat hij bij de kandidaatsverkiezingen voor de president. Hij zei in de En hij wist niet zoveel van Nederland. Het eerste wat hij zich herinnerde, wat zich er binnen schoot, was die Oompa Band, of the best Oompa Band in the world. Hij had ons uitgenodigd tijdens de Olympische Spelen Salt Lake 2002, Salt Lake City. En ja, dat was het eerste wat hij te binnen schoot van Nederland. Fantastisch, Kleintje Pils. Ja, wij, ook, je bent ook gelijk zo trots. Ja, omdat wij natuurlijk al heel erg fan van jullie zijn. Maar dat dan zo'n het is natuurlijk niet mijn partij. Maar dat die man het dan zegt met Romney van... Ja, hoempa. En dat zijn dan... Dit is een little bear. Yes. Hartstikke goed. Ja. We gaan het spel spelen met Kleintje Pils. Zij gaan namelijk een stukje horen van een breed gecharkeerde repertoire. Aan jullie om zijn beurt raden welk nummer ze proberen te spelen. En als je verliest, knal je zo in die appelmoes. Ja. Je krijgt 3 beurten. Zijn we er klaar voor, Jan? Ja. Ja. Zijn wij de kleine mensen? Yeah. Het eerste nummer. Regenboog. Kees, jij mag het zeggen als eerste. Ja, regenboog. Soms de beurt, hè. Soms de beurt. Ik stond al mijn adem in de lucht. Regenboog. Ja, je moet niet voor je beurt praten, Jan. Dan gaat het misgaan, hè. De volgende, Jan, ben jij. De volgende ben jij. Ja, heel. Ja, ik hoor hem. Ja. Het is uit je eigen repertoire. Dat is hem niet, hoor. Nou. Nog één keer, want het was best moeilijk. Het was best moeilijk. Ja. Ik vind het enige dat u probeert te zingen, wat niet echt klinkt. Maar nu nog de titel van het nummer. Ja, Rock Around the Clock. Wat zeg je? Rock Around the Clock. Heel goed, heel goed, heel goed. Volgende, jongens. Hij mag wel iets moeilijker nog, hoor. Nu ben ik weer, toch? Ja. Jeetje. Fout. Dat was de troubadour. Jeetje. De troubadour, ja. Dat heette geen jeetje. Ja, maar yeah. Dit is Lenny Koer van de troubadour. En jeetje, dat kennen we niet. Dat was van Teddy Scholt, een jeetje. Een jeetje. En Jan, jij bent aan de beurt. Ja. Wat mooi, dat herkende ik zelf niet. Dat is wel goed gedaan, jongens. Kees. Ook zo makkelijk, hè? Ja. Ja, dit was toch een eitje? Een eitje? Een eitje. Kees, het zijn de zenuwen. Oh, nee, pak me. Hi. Hallo! Ik zit even, je had ons volk een beetje kunnen redden met de eer. Ons volk, wij. Hè? Heb je alles boven zo'n bak met appelmoes gehangen? De zenuwen gieren door mijn lichaam. Ik pleur nou zo op dat kerstje. Niet doen, hoor. Je wacht. Nee, ik moet nog een vraag. Nee! Extra kerstjes voor de nicht. Oké. Okay. Zijn we klaar? Heel kort, jongens. Het is nu Jan Smit. Heel kort, heel kort, echt heel kort. Genoeg, 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 genoeg.
Wat denk jij welk nummer dit is? Als de klok van Anne Muiden. Heel goed! Zo, dat is knap, zeg. Dat is knap. Ja, echt nou, knap, hoor. Maar het was wel hetzelfde. Nee, je hebt ook gelijk. Ben je niet mee eens met de uitslag? Want dan ga je natuurlijk een kino. Dat is niet maar dat maakt niet uit. Helemaal niet uit. Als u ook nog zelf de uitslag gaat discussiëren. Probeer alleen maar te helpen, Jan Smit als Rotterdammer. Die geen Rotterdammer speelt in een bombardement. Nog één keer, jongens. Maar wacht even, voordat we gaan, blijf even hangen. We zijn zo benieuwd. De politie vraagt zich af, hoe gaat het met de ontvoering op de rotonde? Zullen we die mevrouw Voldeek uitnodigen? We hebben namelijk geen uitzending. Geen lege rotonde. De laatste, jongens, nu spannend. De eerste die het raadt, die heeft gewonnen. De eerste die het raadt, heeft gewonnen. Stop! De eerste die het raadt, heeft gewonnen. Het is natuurlijk veel leuker als Jan Smit in dat bad onder, toch? Ik weet niet. Ja, tuurlijk wel. Nou, dan kijk eens. Is het leuk, mensen? Nee, het is ook leuk. Allemaal leuk.